carpoolen met BlaBlaCar. Maar ik ben natuurlijk weer een uur te vroeg. Want ik vond het heel eng dat ik hem zou missen. En dan zouden die andere mensen me komen ophalen. Daar kan ik het huis op de buurt. Het zou echt super, ja, kut zijn gewoon. Dus vandaar. Dus nu even hier lekker in het zonnetje. Met mooi uitzicht. Even een uurtje chillen. Nou jongens, dus wachten op mijn BlaBlaCar. Ik vind het toch wel een beetje eng hoor. Maar goed. Het zal wel goed komen. Het is een meisje van 24 jaar. En er rijden nog twee mannen van 53 mee. Ja, ze zei dus dat ze een witte Renault had. Volgens mij. Maar daar zag ik er net eentje hier rijden, maar aan de andere kant. En die stopt daar. Ja. En nu? Ik ben in Nice. Finally, de mensen van de Airbnb die komen even ophalen. Dat is super fijn. Het is hier wel echt super mooi. Ik zal het laten zien. Hey, hallo. Hey, hallo. Hey, hey. Zo, ik ben bij mijn huisje aangekomen. Het is echt super leuk daar. En ik ben nu even aan het weg een beetje aan het verkennen en zo. Maar het uitzicht hier is fantastisch. Het is echt zo mooi. Kijk, ik ga het laten zien, oké? Daar is de zee. Het weer is hier nu wel lekker hoor. Het is echt een beetje. Nou, hier is wel lekker schaduw. Ja. Ik weet niet, je hebt toch een beetje meer wind hier dan in Toulon. Ze hebben wel gezegd tegen mij dat... Ik word achtervolgd. Ja, het is goed. Oké. Veel met die achtervoering van die honden. Maar wat ik wilde zeggen, ze hebben wel tegen mij gezegd dat ik wel een scooter kan huren en dat 50cc dat je daar geen rijbewijs voor nodig hebt. Dus dat is wel super chill. Dus ga ik morgen eens even naar kijken.